Yo, what up gasten, welkom bij deze hele speciale video Banje Movies. Vandaag ga ik praten over iets waar ik eigenlijk al jaren over heb willen praten, alleen het nooit echt heb gekund, gewild of gedurfd. Het is namelijk mijn gewicht. Mijn gewicht is altijd een issue geweest op YouTube. Zowel in het echte leven als op internet word ik nog wel eens aangesproken als die dikke van de verse 50. En ook heel vaak in reacties zie ik ook het woord dik staan als het gaat om mij als persoon. Alleen ik heb er nooit over gepraat in de video tot aan nu. Simpelweg omdat ik nu ben afgevallen en het lijkt mij heel fijn om dat met jullie door te kunnen nemen. In 2010 begon ik met een afvalvlog. Dat was een serie van video's waarin ik aan het afvallen was en eigenlijk jullie dagelijks vertelde wat ik aan het doen was en hoe het ging en wat ik at en waarom het goed of fout ging. Alleen helaas, in 2010 had de afvalvlog gefaald. En in 2012 dacht ik bij mezelf, weet je wat, fuck it, ik ga het gewoon opnieuw doen. Opnieuw ging ik een jaar lang jullie meenemen op mijn avontuur van het afvallen. En geloof het of niet, plotseling begon het te werken. Nu moet ik wel heel eerlijk zijn, ik ging niet afvallen vanwege clichématige redenen. Ik bedoel, ik voelde me niet ongelukkig, ik was niet onhandig, ik voelde me ook niet ongezond. En ik voelde me ook niet trouwens wel, ik was wel luid, dat was ik zeker wel. Maar laten we voor één keer teruggaan helemaal naar het begin. Want vroeger toen ik klein was, geloof het of niet, was ik een kleine slanke albino neger. En langzamerhand werd ik op mijn 12e een gewone Nederlandse jongen met wel een buikje. Geloof het of niet, Vla was serieus een van de eerste echt vette producten die ik heel veel heb gegeten. Simpelweg omdat Vla gewoon lekker is. Eigenlijk begon ik vanaf mijn 12e heel veel gewicht te krijgen. En op mijn 14e woog ik 115 kilo. Ik was redelijk ongelukkig. Totdat ik op mijn 14e mijn allereerste kus kreeg. En eigenlijk vanaf dat moment was ik in zo'n rouge met een roze bril dat ik in één keer afviel naar 95 kilo. En ik was dolgelukkig op mijn 15e dat ik 95 kilo woog. Alleen toen ik niet meer verliefd was, begon ik weer met eten. En op mijn 18e woog ik alweer heel gauw 125 kilo. En 125 kilo wegen op je 18e, dat is niet overgewicht, dat noem je ook geen obesitas. Dat is gewoon solliciteren naar een suikerziekte. En geloof mij, dat is een hele nare ziekte die je gewoon niet wil hebben. En dit is misschien een ander heel raar feitje, maar de afgelopen 7 jaar van mijn leven heb ik nooit gezwommen. Toen ik 14 was, ging ik namelijk zwemmen. En ik had een behoorlijk buikje, mag ik wel zeggen. Alleen er kwamen mensen aanlopen. En het kleine jongetje keek heel raar en moeilijk naar mij en vroeg op een gegeven moment aan zijn moeder: mama, waarom heeft die jongen borsten? En ik kan je zeggen dat als 14-jarig onzeker jongetje met manboobs, laat ik heel eerlijk zijn. Ik dacht bij mezelf, als dat kleine jongetje al denkt dat ik tieten heb, wat zal de rest van het zwembad wel niet denken? Dus eigenlijk heb ik sinds 2006 niet meer gezwommen. En om even voor de lol aan te geven hoeveel ik altijd at. Nou, dit is wat een normaal persoon eet. Je ontbijt met een beetje brood, melk, je lunch wat. Daarna ga je lekker in de avond boerenkool eten en je eet één keer per week een bakje chips. En dan nu wat ik altijd at op een dag. Nou, ik ontbeet altijd met 4 à 5 eitjes met wat brood erbij en 2 blikjes Red Bull. Daarna in de middag als lunch at ik natuurlijk een snack met een blikje Red Bull. Als avondeten at ik gewoon mee zoals de rest. In de avond had ik nog wel eens zin in een vette hap als in een spare rib of een patatje. Daarna kocht ik nog 2 zakken chips en ik at frikandellen. Mijn ouders stonden natuurlijk nooit erachter dat ik zoveel at. Dus wat ik altijd deed is, ik legde al dat eten beneden in de garage neer. Totdat ik op een gegeven moment betrapt was door mijn vader. Hij riep mij met mijn toenmalige vriendinnetje Anouk naar hem toe en hij haalde al dat eten tevoorschijn. En wat bedoel ik dan met al dat eten? Nou, 3 zakken chips, 5 frikandellen en 2 blikjes Red Bull. Dit was het begin van het einde van de relatie van mij en Anouk. En tegen het einde van 2012 maakte zij het uit. 1 dag nadat Anouk het had uitgemaakt, werd ik ook van mijn stage geschopt. Omdat ik dat verneukt had. En 2 dagen daar weer na werd ik van school geschopt. Simpelweg omdat ik niet meer kwam opdagen. Maar ik had het soort hoogtepunt in mijn leven. Want op dat moment kwam ik op de nationale buis met hashtag kansloos. En dat was voor mij een tienerdroom die uitkwam. Ik bedoel, ik was Banje Movies begonnen om een tv-programma te krijgen. En het was eindelijk gelukt. Daarnaast is tv natuurlijk ook een heel ander publiek dan YouTube. En ik kreeg ook heel veel nieuwe mensen die even vertelden wat ze van mij vonden op Twitter. Ik schrok me helemaal dood toen ik achterkwam dat Terror Jaap, die dikzak van de Gouden Kooi, 160 kilo woog. En ik woog 135 kilo. Dat betekent dat ik nog maar 25 kilo verwijderd was om de nieuwe Terror Jaap van Nederland te zijn. En dat is iets wat ik nooit zou willen. Als ik denk aan Terror Jaap en als ik dan denk dat ik zo dik zou zijn, dan ja, zou ik niet eens voor de camera durven zitten. Begin 2013 was ik ook even gestopt met Banje Movies, zodat ik even kon uitzoomen van alles en even alles kon bekijken zoals het hoort. Na kon denken wat ik wou gaan doen met mijn leven. En toen kreeg ik in 2013 een idee. Ik ga de afvalvlog opnieuw doen, samen met jullie deze keer. En ik beloof mijn gewicht bekend te maken, zoals jullie het nu ook weten. Want dan moest ik wel afvallen, want anders zou ik hier voor lul hebben gezeten en wist iedereen hoe dik ik was. Na ongeveer een maandje afvallen begonnen mensen al het eerste verschil te zien. Mensen die gaven me complimentjes over dat ik er beter uitzag. En het duurde niet lang voordat ik voelde dat al mijn kleren te wijd begonnen te zitten. Dit is de jas die ik eerder aan had. Dit is serieus 3XL.
XXXL. Terwijl mijn huidige jas niets meer dan een L is. En wat ik aan het begin ook zei, ik voelde me echt niet ongelukkig, onzeker of ongezond. Alleen ik was het wel, ergens diep van binnen was ik het gewoon. En het afgelopen jaar, nu ik ben afgevallen, voel ik me 10 keer, 20 keer, 30 keer beter. Sterker nog, ik heb afgelopen jaar gewoon gezwommen. Ik heb het nooit kunnen bereiken zonder jullie complimentjes. Van jullie, de kijkers. Ik bedoel, of het nu op straat, in een café, in Amsterdam, in Duitsland of in motherfucking Londen was. Het maakt niet uit. Overal waren jullie om mij een hart onder de riem te steken. Ik heb echt het gevoel alsof ik jullie alle 190.000 het afgelopen jaar heb mogen spreken. We zijn bijna op het einde van deze speciale video en er is nog één vraag die heel veel mensen zullen hebben. En dat is, Bardo, hoeveel kilo weeg je nu? En jongens, ik heb dit nog nooit eerder verteld op YouTube aan heel Nederland hoeveel kilo ik weeg. Maar ik ben zo apetrots dat ik op dit moment 100 kilo weeg. Het is gewoon 100 kilo. Ik woog 135 kilo. Ik ben 35 kilo afgevallen en dat is allemaal door jullie. Ik bedoel, kijk naar deze vergelijking van seizoen 1 en 2 van Kansloos. Ik herken mezelf bijna niet meer met die drie dubbele onderkinnen en die hele foute pony die ik altijd had. Daarnaast kun je ook Banja Movies vergelijken om het verschil te zien tussen vroeger en nu. En ik hoop dat jij in 2014 nu alles kan bereiken wat je wil bereiken door een beetje in jezelf te geloven en een beetje door te zetten. Jullie hebben mij ongelooflijk geholpen, echt. Jullie hebben mijn leven veranderd en ik blijf deze strijd voor altijd voeren. Maar zonder jullie was deze eerste veldslag nooit gewonnen. Dus heel erg bedankt voor alles. Geloof in jezelf en ik heb vertrouwen in je. En dat meen ik oprecht. Ik wens iedereen een heel fijn 2014 toe. En ja, bedankt voor alles. En ik check jullie later. Bye!